Hey mensen, je kijkt naar Spoedie16L. Welkom bij een nieuwe Become a Legend aflevering. Het is vandaag tijd. Vitesse, daar spelen we natuurlijk. We hebben onze interland voor het eerst kunnen doen tegen het Nederlands elftal. En nu gaan wij weer proberen te scoren. We hebben 2 keer gelijk gespeeld. Dat waren hele leuke wedstrijden, want eindelijk werd er naar voren gespeeld. We hebben Berends en Linssen naast ons. En wij zijn weer een overall hoger gegaan. We zijn nu 75 overall. Dat is toch wel een mijlpaal. De zilveren bal region in mijn club. Ja, je ziet het 81 jumping met 64 heading accuracy. Lange ballen zijn niet zo slim naar mij toe. FC Twente, hele goede tegenstander. Ik ben benieuwd of we daar wat tegen kunnen doen. Want het team speelt wel heel erg leuk. Het plezier is weer een beetje terug met dit team. Aangezien je toch wat kan gaan voetballen. En er kunnen heel veel random dingen gebeuren. Twente dus tegen Vitesse. Het is de Eredivisie. En wij gaan los. Hun in het rood, wij in het geel-zwart. Kan echt een interessante wedstrijd worden. Wow, ze passen meteen weer naar mij. Verkeerde, maar... Ik heb hem. Ik stond bijna stil. Easy schot voor de keeper natuurlijk. Meteen weer kans. Of in ieder geval meteen weer voorwaartse drang. En dit al helemaal. Oh, alleen mijn controle is zo slecht dat ik niet in één keer kon schieten. En dan krijg je uitloopjes. En excuses natuurlijk, we begonnen bij Twente, niet bij Heerenveen. Heel dom van mij. Schenk. 5 verdedigers dus bij Twente. You know the drill. Die Schenk trouwens, die is zo lang. Het is moeilijk om hem zomaar even van de bal af te zetten. Wel heel veel mensen bij Twente weer achterin. Dat moet toch een snelle counter worden. Gelukkig kunnen wij dat ook. Maar beide spelen verdedigen. Dus het is wat minder end-to-end voetbal. En we weten van Twente dat ze dus heel vaak naar achteren kunnen pasen. Daar probeer ik tussen te komen. Lukt daar net niet. Twente heb ik het natuurlijk tot nu toe het beste gedaan. Die Cantala Piedra, die was wel een goede speler. Waar ik wel wat mee kwam. En nu gaan wij ook terug om daarna dus over de verdediger heen te pasen. Dat lukt helaas net niet lekker genoeg. En weer een hoge bal. Dat is echt hun spelletje. Hoge ballen naar voren. En weer een hoge bal. Goed. Komt daar een cross. Mogelijk komt daar een cross. Nee, we gaan richting het midden. Hier is Bazour. Kan Bazour iets doen? Nienkemper probeert te koppen met zijn accuracy, maar de bal blijft voor Vitesse. Ja, die kwamen amper over onze helft. Dat duurde heel lang en nu is het 0-0. Natuurlijk hebben ze meer balbezit. Ze hebben wel evenveel schoten als ons. Maar toch heb ik het gevoel dat wij betere aanvallen hebben gehad. De tweede helft. Laten we kijken of we daar weer wat kunnen doen. We hoeven alleen te leren finishen. En dan moet Twente wel. Dan komen de gaten. Vitesse dan weer. Met Nienkemper. Hakkie. Oeh, hij kwam aan. En hij wordt weggehaald. Spelen we nu al aanvallend, please? Ja, we spelen bijna aanvallend. Er gaat wat gebeuren. Niet met mij. En we gaan weer terug. Zoals altijd bij Twente. Altijd even in. Oh, oh. Nee. Ja. Nee. Oh my god. Echt waar, jongen. Oeh. Oeh, oh my god. Wat is dit voor ongeluks iets. Het is ook nog een 1-op-1 op de keeper, maar gelukkig verder niks. Nog maar 1 minuut. We hebben weer extreem veel ongeluk gehad. Dit is goed, dit is goed, dit is goed. Voorgeven, goal. Oh. Kom op, Vitesse speler. Er staat toch wel iemand daar? Oh nee, er staat niemand daar. Oh man, Vitesse speelt zo lekker, maar er komen maar geen goals, omdat gewoon mensen dom zijn. Nienkemper met een 7 gewoon man of the match. Een 7 en geen goals gescoord is echt heel goed.
Gewoon een 7. Ja, maar het speelt ook lekker. We spelen ook goed. Maar ja, 3 wedstrijden, 3 punten, dat is toch niet zo chill. Geen goals is toch niet zo chill. Ik zie wel dat we weer overal omhoog zijn gegaan. En mogen we nog een keer mee met Nederlands elftal? Ik ben de ster van mijn club. Stond er. En ik mag dus mee met het Nederlands elftal. Nou, laten we hopen dat Heracles niet zo 5-man verdediging muurtje is. En wij mogen weer beginnen. Nog steeds in supervorm trouwens, hè? Daarom gaan we ook zo snel omhoog. Betere performance, ja, als we nu goals scoren, krijg je alleen maar hogere cijfers en dan gaat dat ook sneller. Dus het liefst doen we gewoon even iets heel goeds. Het is Vitesse tegen Heracles Almelo. En nu moeten we echt gaan scoren. De tijd dringt een beetje. Daar komen we niet bij. Die zijn best lang. Die gozers daar bij Almelo. Kan Nienkemper die koppen? Alweer niet. Oeh, dat wordt een moeilijke kopsessie. Dat zie ik nu al met de verdedigers die hun hebben bij Heracles. Heel lang komen boven mij uit. Dat wordt moeilijk. Als je nog steeds op mij zo gaat spelen op die manier. Wojo. Dat is de coolste paas die ik tot nu toe heb gezien. En het is een doelpunt. Wat een paas was dat zeg. Oh, schiet er nog een keer in. Eindelijk is daar het doelpunt. 4 wedstrijdjes, 1 goal voor een 18-jarige. Maar dit en laag geven is geniaal. Beetje geluk met de aanname, maar goed, dat zien we ook heel vaak hun allemaal doen. Maar deze paas was voor het eerst iets geniaals. Zie je, een beetje geluk met wegduwen, schiet hem er wel lekker in hoor. En dat is ook goed, omdat we in superboost zijn voor onze stats. Des te makkelijker het wordt. Daar gaan we. Oh, wat een ruimte krijg ik zeg. Wat een ruimte krijg ik. Dit is kut. Maar. Oh. Vitesse, Heracles Almelo is 1-0. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel meer. Vitesse zakt wat in. Dat is wel weer een beetje jammer. Wij hebben maar 1 schot gehad. Wij hebben veel minder balbezit. Maar toch spelen we beter. Want heel veel van de balbezit is gewoon een beetje achterin tikken. Zeg maar wat ze bij Fluminense ook deden. Vitesse doet dat niet. Dus in zekere zin krijgen wij wel meer kansen. Maar ja. We zullen zien in de tweede helft of we het in een 3-punter kunnen translaten. Nienkemper mag het weer proberen tegen die hele lange verdediger. Dat verliezen we natuurlijk weer. Ik had ook niks anders vast. Oeh. En we spelen ultra defensief. We willen gewoon deze winst binnenhalen. Dus spelen we volledig achteruit. Nou, laten we hopen dat dat dan werkt en dat we counters kunnen doen. Ik wil wel die 3 punten, team. Goed blijven verdedigen, oké? Een keeper goed op blijven letten, oké? Wat is dit allemaal? Keep. Oh my god, die hele sequence. Unbelievable, maar Vitesse die dacht, hey, we gaan nu ultra verdedigend, want dan winnen we. Nou, mooi niet. Wie weet scoren ze nog wel een keer. Probeer hem daartussen te krijgen, de nummer 11. Houd hem alleen niet. Hoogballetje eroverheen, wordt nog weggekopt. Maar Heracles is echt tweede helft 1000 keer beter dan ons. Kijk, Gong, die kan hem niet eens aannemen, de bal. Ja. Ik wacht de hele tijd op een paas. En precies op het moment dat ik denk, nu is de paas niet meer mogelijk. En een andere lijn gebruik. En dit moet dan een goal worden. Is geen goal. Ja, om eerlijk te zijn, Heracles verdient de goal. Want wat Vitesse nu allemaal aan het doen is. En dan hoge ballen weer naar de spits. Ja, dat ga ik dus weer niet winnen. Geen idee, maar Vitesse die stopte met voetballen. Terwijl de eerste helft weer begon zoals vanouds.
Nien Kemper scoort wel een doelpunt weer in de Eredivisie. Dat is heel erg mooi voor hem dat er een doelpunt bij zit. Maar toch is het weer een gelijkspel. Alleen Heracles met 5 schoten, 3 on target en meer balbezit. En wij maar 1 schot. Die verdiende echt de winst. Want wat Vitesse allemaal aan het doen was, ongelooflijk slecht. 4 punten uit 4 wedstrijden. Nog geen enkele wedstrijd verloren. Alleen maar gelijk gespeeld. En we zijn 77 overal. We gaan elke wedstrijd en overal omhoog. Dat is gek. Vitesse kan maar gewoon niet winnen. Wij beginnen weer in de basis. En tegen Fortuna Sittard. We zijn ook uit onze supervorm. Dat mag ook even gezegd worden. We zijn uit de supervorm. Dus nu spelen we ook weer met mindere stats. Nien Kemper is nu niet meer zo jacked up, zeg maar. Maar zijn stats zijn wel vrij goed verhoogd. We zijn nu natuurlijk gewoon een mooie 77 rated. Dat is best prima. Alleen we zijn geen targetman. Dus die lange ballen zijn een beetje kut. Maar Vitesse kan ook voetballen. Dat hebben ze laten zien. Alleen dat vergaten ze gewoon tegen Heracles. Dus laten we hopen in deze wedstrijd. Als dit geen mooie bal is. Oh my god. Maar die tackles. Oh. Waarom gaan we terug? En dan zeker naar voren. Dat is ook niet helemaal chill. Maar. Een overtreding op Nien Kemper. Nee, niet terug. En nu sta ik buiten spel, maar. Nien Kemper! Ik denk, ik ga gewoon schieten ook. Ik deed hem niet eens geplaatst schieten. Ik denk, ik ga hem gewoon keihard rammen. Nien Kemper krijgt een goede bal alsnog. En dan hier langs een mannetje. Krijgt hem net niet in die andere hoek. Oi, 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 oi. Daar mist hij dan de finishing. Maar goed, ik ben ook geen spits. Ik ben ook gewoon legit geen spits. Ik ben gewoon een winger. Huh? Nou, wat is dit nou, joh? We krijgen alweer een kans. En we scoren. Nien Kemper met een golazo. 2 doelpunten in 2 wedstrijden consecutive. Wow, en we gaan door een mannetje heen. Ja, er is wel heel veel ruimte hier bij Fortuna Sittard. Jemig, maar ik heb nog nooit zo vaak 1-op-1 situaties weten te krijgen. Wat is dit, joh? Het schot kwam vrij abrupt. Niet helemaal lekker ingeschoten. Maar die keeper die zal vast ook niet heel erg goed zijn. Minuut 13. Vitesse is lekker vooruit aan het voetballen. Ik denk niet dat het lang doorgaat zo. Maar laten we hopen dat het wel doorgaat. En dat we nog goals kunnen maken. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Die verdedigers maken veel fouten. Oeh. En onze daar bijna ook. En deze verdedigers kan ik wel verslaan. En hier is Fortuna. Maar Brenet doet dat goed. Dit is ook jammer, want die ga ik niet krijgen. Maar dit wel. Hoog balletje in de box. Wordt weggekopt. Was een 50-50. En verder is dan helaas niemand. En wat gaat Gong doen? Oeh, een kopbal van Bazour. Mooie voorzet van Gong. Ja, ik denk dat we het weer veel slechter hadden kunnen treffen dan Vitesse. Nien Kemper pakt de bal gewoon weer af. En dan is het gefloten voor halftime. Terwijl we net in een aanval zitten. Ja, je ziet het ook hier aan de standing natuurlijk. Maar Fortuna Sittard is ook een mindere ploeg. Goed veel schoten. Meer balbezit zelfs. Terwijl we op hoge ballen spelen. I like what I'm seeing. Kijk, meteen weer die hoge ballen. Het blijft maar komen. En ik vind het leuk. Wat een paas zeg. Wat een aanval weer. Ik ga voor de afvallende bal. Maar hij komt niet afvallend. Is dat dan weer een corner? Dat is een corner en ik mag hem nemen. Hoe vet is dat? Goh. Ik kan goede corners nemen. Helaas wordt hij wel weggewerkt. Cies komt erin. Op de plek van Holland. Cies heb ik goede dingen over gehoord in real life. Vertel me niet dat dat Cies is. Nee, dat is niet Cies. Dat is die lange spits. Dat is Sambu. Sambu maakt een doelpunt uit de corner. Het enigste moment waar het echt helemaal in de soep kan gaan lopen tot nu toe in deze wedstrijd. En het staat weer gelijk. Wat is dit voor curse?
Oei, we raken de bal weer sneller en sneller kwijt. Ik ben natuurlijk ook moe alweer. Dus dat maakt het ook alweer wat moeilijker. En kijk het gemak waarin zij nu in de laatste half uur voetballen. En een paasje terug. Maar dat is dan weer een overtreding. Fortuna Sittard is in de tweede helft, net zoals de vorige tweede helft, 1000 keer beter als daarvoor. Oh, nog steeds tijdmarking op Nienkemper. Scheids! Jezus! Oh, gong! Ja, nu dan. Nee, iedereen is moe en hij wordt meteen afgefloten. Oh, 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 oh. Weer een goal van Nienkemper. Weer een geweldige eerste helft. Tweede helft. Komen niet eens meer in balbezit. Ik zou je zeggen, Fortuna... Ja, precies. Fortuna Sittard heeft zelfs meer balbezit in totaal nu gekregen. 51%. En wij hebben 7 schoten, 2 on target. En ik weer een 7,5. Dat zijn hele goede cijfers, 7,5'jes. Oh, 5 punten uit 5 wedstrijden en er staat 0-5-0. 0 wins, 5 draws, 0 losses. Wat een gekkigheid. 5 appearances, 2 goals en een gemiddelde van 6,9 is helemaal lekker. En nu moeten we tegen Ajax. Ik mag weer beginnen tegen Ajax. Dit is onze vorm. We zijn uit vorm. Dus dan weten we dat mijn speler een stuk minder presteert. We hebben een keer tegen Ajax gewonnen met Twente, maar die speelde gewoon heel verdedigend. En dan moet je ook gewoon een beetje hoop hebben. Ik weet het niet. Al die lange ballen, terwijl Ajax gewoon goede CB's heeft. Betere. We gaan beginnen. Vitesse Ajax. Let's go. Meteen een balletje naar voren. Jammer van Berends. Dan moeten we ook nog eens Onana zien te verslaan. Yep, dat wordt moeilijk accelereren met iemand die beter kan accelereren. Hier is de nummer 6. Elke speler wordt outplayed door abilities. Hier hebben we Younes weer terug bij Ajax. Nienkemper wint de kopbal. Dat is al knap op zich. Nog een keer gewonnen. Damn. Wat mooi naar al die spelers. Wat reageren die cool. Ryan Babel, kopbal neer, es gaat over. Nog steeds 0-0. Oh my god. Nienkemp kreeg de bal per ongeluk. Maar Onana heeft daar de keeper skills. Menig Eredivisie keeper had hij niet gehouden. Oh, Nienkemper. Oh. Oh my god. Toch, nogmaals, bij Vitesse krijg je in ieder geval kansen. Nienkemper met een kopbal. Oh, gaat via een Ajax-speler. Maar wordt weggewerkt. Nienkemper, Nienkemper, Nienkemper. That's too much, that's too much, that's too much. Hakim Ziyech. Outset curler, voorzet. Oh, en de keeper heeft hem. Hier is Neres. Wordt weggebeukt, maar daarna denkt de verdediger van Vitesse. Nee, ik ga weg. En een kopbal van Babel die de keeper ook nog maar net wist te pareren. Een corner. Gaat tegen de rug van Bazour. Dan is daar Younes met de double touch en knijt de hardschot in de verre hoek. Niemand die daar ook maar aan wil blokkeren. Die keihard er op afkomt. Helaas pindakaas voor ons. Maar Ajax heeft toch echt gescoord. Oh! Ajax, Vitesse, 1-0 achter. Veel minder balbezit weer, want hun doen alleen maar lange ballen naar mij. Toch weer meer aanvallende kansen dan normaal. Dan dat we normaal hebben in andere teams. Ajax doet mandekking op mij. Dus ze zien mij als de gevaarlijkste speler. Dat is ook mooi. Komt weer overal voorbij. Maar hier is Bazour. Ik heb Bazour. Ja. Je probeert de voeten van. Iemand. Bazour heeft echt een slechte pot hier. Wat? Ja, dat is niet zo slim. Zie je echt, die gaat hem waarschijnlijk scoren. Nee, tegen de muur. Nog een schot.
Nee hoor, het is geen goal. Oh my god, Bazoor. Nummer 25. Nee, waarom schiet je? Ja, die had de beste kans ever. Blind. Oeh, dat scheelde weer niet veel. Dit zijn ook gevaarlijke balletjes. Geen idee wat dit is. Ze draaien eerst richting hun eigen goal en dan doen ze weer voorzetten. Dat is wel echt heel raar allemaal. En we voetballen weer niet. Vitesse stopt weer met voetballen. Kijk dit dan. Nien Kemper aan de bal. En een voorzet. En Ryan Babel heeft hem. Nee. 2 minuten komen erbij. Dan wordt niks meer. Dan wordt een verlies tegen Ajax. Geen schande. Nou, nu dan. Nee, ze hebben hem niet door. Ze hebben de bal niet door. Loopt echt langs of gewoon echt op de centimeter. Younes scoort. Dan moet ik zeggen, ze hebben niet echt mega. Jawel, ze hebben wel mega kansen gehad. Vitesse was gewoon minder. Wij hebben een aantal kansen gehad. Alleen het loopt soms net niet. En dat komt wel een beetje door de spelers die op het veld staan. Maar één groot voordeel. We krijgen kansen. Nou is de 15e plek niet echt heel stoer om daarmee te beginnen. Maar toch 6 wedstrijden, 2 goals en een 6,8 gemiddeld. Dat doen we een stuk beter al dan Fluminense. En we mogen weer met een Nederlands elftal meedoen. Wij mogen dat oranje shirt aantrekken. Ja, waarom interviewen jullie Frenkie de hele tijd? Mogen wij beginnen? En we mogen in de spits beginnen. Maar dat zie je de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. Druk even op dat duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg waarderen. Tot de volgende keer.